dan, daar spreekt geen urgentie uit deze maatregelen zoals het nu is. Vorige week maandag is de 100ste kinderboerderij in Nederland rookvrij geworden. Stichting Rookvrije Generatie wil door middel van rookvrije zones op deze manier zorgen dat kinderen later niet gaan roken. Kinderboerderij Westerpark is een van deze rookvrije boerderijen in Amsterdam. Het is een kinderboerderij en kinderen roken niet en dat moet ook niet het voorbeeld geven. En als jij hier constant mee loopt te roken, dan gaan ze kinderen dat misschien later ook sneller doen. Er zijn een aantal bezoekers die echt verstokte rokers zijn en die daar toch zoiets hebben van, is er niet een rookplekje hier te creëren? Maar dat is misschien 1%. Nee, 9% van de andere bezoekers waren heel blij met deze regeling. Pedagoge en Montessori-docente Rut Becker werkt dagelijks met kinderen. Bij de basisschool hebben ze ook rookvrije zones. Ja, ik ben zelf geen roker, dus ik heb daar helemaal geen last van. Maar ik heb wel een aantal collega's die heel graag roken. En in het verleden stonden ze dan ergens om het hoekje. Dus als we buiten hebben, hebben we zo'n schoolplein en dan stonden ze stiekem een beetje om het hoekje. En we hebben tegenwoordig wel met elkaar afgesproken van nou, dat moet echt buiten het zicht van de kinderen zijn. Dus je moet echt een stukje de weg oplopen, zou ik maar zeggen, de straat in of de brug over het hoekje om. Zodat het ook echt niet in zicht is bij kinderen. De rookvrije bordjes lijken het probleem alleen niet op te lossen, maar slechts te verplaatsen. Ik zie wel dat de mensen wel eens gewoon net voor over de poort staan te roken. Dus dit is nog even een zorgpuntje. En misschien is het een idee om gewoon heel dit gebied rookvrij te maken. Longarts Wanda de Kanter is al jaren anti-tabaksactivist. Zij ziet de bordjes niet als de oplossing. Als je kijkt naar wat alle anti-tabakswetenschappers aan onderzoek hebben gedaan, zeggen ze twee belangrijkste dingen. De prijs en de verkooppunten. Nou, helpt het dan dat je niet op een kinderboerderij mag roken of in een crèche? Ja, dat denk ik niet. Natuurlijk is het zo dat alle ontmoedigende maatregelen, allemaal, het zal wel iets zijn, maar we weten ook sinds de laatste jaren is het aantal sigaretten wat verkocht wordt alleen maar toegenomen. Dan, daar spreekt geen urgentie uit deze maatregelen zoals het nu is. Maar wat zou dan wel werken als het gaat om rookpreventie voor kinderen? Ik zou met deze klas, dat zijn 10 tot 12-jarigen, eerder het gesprek aanknopen. Van goh jongens, wat weten jullie eigenlijk van roken? En wat vinden jullie ervan? En ik denk dat kinderen ook gewoon met wat dat betreft met hun ouders erover moeten praten. En dat als ouders het in het geheim doen bij de afzuigkap, want dan wordt het niet geroken bijvoorbeeld. Of dan ruik je het niet. Ja, ik denk dat kinderen heel precies weten hoe dat zit thuis. Dus dan denk ik, wees dan als ouder gewoon open en spreek erover met elkaar. Dat gesprek is volgens mij heel belangrijk. Patiënten gevraagd, longkankerpatiënten van mij in het Antonie van Leeuwenhoek, die mochten kinderen, zijn helemaal uit Noord naar het AVL komen fietsen. En hebben ze in die zaal vragen kunnen stellen aan patiënten. En ja, hoe lang heeft u nog, kwam de vraag. En dan zeiden ze, ja, dat weet ik niet. Ja, is het nog 3 jaar? Nou, misschien maar, denk meer in weken. 2 van de 3 kinderen die het alleen maar probeert, wordt een dagelijkse roker. Dus als je dat voorstelt, dat 2 van de 3 kinderen die 1 sigaret probeert, wordt een dagelijkse roker, waar 2 van de 3 later aan zal overlijden. Zolang er geen grote maatregelen worden getroffen, lijken de bordjes niet heel veel op te lossen. Wel kunnen wij als oudere generatie alsnog een verschil maken. Simpelweg door met de kinderen te praten.